Hi, oké. Okay. Dit is mijn eerste shoplog, zoals het wordt genoemd op zijn Nederlands. Dus ik zal meteen beginnen. Ik heb een paar spullen gehaald bij Esprit. Ik kan het niet goed uitspreken. Maar ja, in ieder geval, voordat we gaan beginnen, wil ik je laten zien wat ik vandaag aan heb. Voor de eerste dag, eerste keer, is zaterdag en even spieken. Het is 8:05 en de datum van vandaag is 9. En dat is volgens mij Nederland tegen Denemarken. Het zou zijn kunnen afgelopen zijn, want 8:30 denk ik begin. Duitsland tegen, weet ik niet. Maar goed, laten we gaan beginnen, want ik wil het niet te lang maken. Maar uit. Mijn OOTD van vandaag is deze short, is roze met zijn zakje voor en twee van achter. En dit is een blouse, zo'n zweef blouseje van H&M, heel lang geleden. En deze short is ook van H&M. En ja, dat is het zo'n beetje. Mijn oorbellen die komen ook van H&M. Die heb ik volgens mij nu zo'n 2 weken. En mijn ketting heb ik gekregen van mijn vriend. Die draag ik altijd. Heb ik altijd om. Maakt niet uit wat voor andere accessoires ik erbij doe als ketting. Ik hou het erbij. En deze zijn mijn armbandjes. Ooit verkoop ik spullen. Dus deze komt uit een koffertje die ik nog heb met spullen in zitten. En dit is een horloge die ik heb gekocht ook destijds. En dat zit het. En mijn ring is van. Ik heb hem gekocht van een winkel die heet Watch in Amstelveen. En deze is een ring die ik heb geërfd. Goed, laten we gaan beginnen, want ik wil het zo kort mogelijk hebben. Want als ik heb gekeken op YouTube. De meeste films zijn tussen de 5 en 10 minuten. En als het te groot is, dan gaat het verder. Ik heb heel weinig. Alles zoals ik zei, komt van Esprit. Behalve 2 spullen, die komen van Berksha. Oké, daar gaan we. Deze witte hemd. Zoals je ziet, blouse. Heb ik gekocht. Ik ga eerlijk zeggen, voor de reden waarom ik het heb gekocht, was omdat die bij de elleboog... staat deze erbij, kijk, een lapje, dan is het niet helemaal wit en de mouwen zijn roze, zie je? En het is een outlet, is het winkel in Amsterdam Arena Boulevard en de prijs was van €49,95 en toen was hij naar €33 en inmiddels is het voor €15, dus waarom niet nemen, zou ik zeggen. Dan heb ik deze witte fliets, ik weet niet precies hoe jullie het noemen. Voor mij is alles een jacketachtig en met een capuchon natuurlijk. Is die wit. Er staat Esprit opgeschreven. Esprit. Ik met mijn taal. Het is een beetje warm hier zo boven. Ik zit in de slaapkamer. De ramen wil ik niet open doen, anders komen van die rare geluiden en die dingen van die bomen. Kijk, staat Esprit op. Is mooi. Is goed. Lekker warm. En deze originele prijs was ook €49,95. En toen is het €33 geworden. En van €33 is het naar €15. Dus altijd mooi. Meegenomen. Deze zwarte blouse. Zoals gewoon alle zwarte blouse. Knopjes erbij. En die was ook leuk. Het staat heel goed naar mijn lichaam. De originele prijs was €29,95. En toen hebben ze dan naar €17. En op laatst hebben ze dan op €15. En waarom weer niet? Maar ik moet ook eerlijk zeggen. Die blouse... Blouse heb ik de hele tijd nog steeds niet aangehad. Ik zit nog te kijken wanneer en hoe of wat. En ik kom nog met nog een andere van Esprit.
van dat jullie niet begrijpen wat ik zeg. Dat is het, bedoel ik. Oké. Dit is een grijze spijkerbroek. Heel leuk en al. Super stretch. Alleen bij het kopen van dit, want ik heb al eentje, heb ik een fout gemaakt. Want ik kocht 30-32 en wat bleek 30-32 als je het hebt gewassen en je hebt gedragen en je hebt gewassen, je denkt van oké. Maar nee hoor, bij deze, als je ze was, worden ze nog groter. Dus dan zit ik met een probleem. Dus ik ga kijken, misschien wil mijn zus deze hebben en dan neemt ze een ander van mij. En het goede van deze broek was, is dat het, ik heb het gekocht wanneer ze hadden een actie voor 3 dagen 20% extra korting. Dus het was van 79,95 naar 49 euro. En van 49 euro was het 19. En van 19 was het dan 15 euro geworden. Als ik het goed heb berekend met die 20% van die 19. Het grappigste is, heb ik wel gemerkt, is wanneer het naar de outlet gaat, is alles na, prijs afgerond. Dus het is niet 48,95 of 49,95. Het wordt gewoon een hele bedrag. En ik heb ook een rok gekocht. Die was ook tijdens het actie van op de spijkerbroeken en de shorts allemaal. Het is een heel lekker rok. Het is van spijker, maar het is super licht. En die heeft 2, 4, 6 zakjes. Dus genoeg plekken om het te zetten. Spullen kwijt te raken, zou je zeggen. Als je geen zin hebt om met tassen te lopen of wat dan ook. De prijs was 59,95. En toen is die van, toen is die 39 geworden. En uiteraard als laatst 19 euro. En met die 20%, als ik het goed heb, 15,20 euro. Oké. En het laatste van Esprit is een jurk. Ik heb het al aangehad. Ik vind het zo mooi staan. En trouwens, deze rok heb ik ook een jasje ervan. Die zit heel lekker. Die heb ik de laatste anderhalf week aangehad. En het eerst, pardon, droge keel. Het eerste wat ik heb gedaan, ik heb met deze jurk gepast. Nou, je wil niet weten. In de winkel, in Esprit, zei iemand tegen mij, het staat je mooi. Het was een mannelijk, moet ik zeggen. Met deze touwtje omheen, zou ik zeggen. En met die jasje erop. Het is lang. Af en toe moet ik het zo met mijn hand vastpakken, zodat hij niet helemaal gaat. Op de grond natuurlijk, anders wordt die vies. Maar het is echt super, het is mooi. Lang, zit netjes, heel mooi aan mijn lichaam. Moet ik eerlijk zeggen, mooi, mooi, mooi. Nou, ik was zelf een beetje verbaasd. Oké. Deze, als ik me nog goed kan herinneren, die was 19 euro, denk ik. Anders was het 15, want ze zijn niet echt heel erg duur daar zo. Dat vind ik persoonlijk natuurlijk. Goed. En het laatste van Esprit die ik heb gekocht, dat is deze. Sleehakken. Want eerlijk gezegd, ik kan niet op naaldhakken lopen. Ik kan het wel, maar ik heb last van mijn enkel. En het beste is voor mij op sleehakken te lopen. Zo ziet het eruit. Het is gewoon een natuurlijke kleur, zou ik zeggen. Je kan het met alles aan. Dus zo hoog is het niet. Nou, het is best wel een beetje ook maar makkelijk lopen. En deze waren 15 euro heb ik ze gekocht. De prijs was 79,95. Dus ik dacht, waarom niet nemen? Ik heb het nog niet gedragen hoor. Dat is ook iets van mij. Ik koop en bewaar. En de laatste twee items die ik heb is zijn van Berksha. Dat is ook, ik heb dit heel lang gekocht. Door omstandigheden kon ik het niet dragen. Het is off the shoulder, like this. En het is leuk. Ik zou wel zeggen, als ik het ga aantrekken, zou ik wel een tanktop, een topje eronder doen. Want dat
je krijgt een beetje huid te zien. Goed, en deze was voor 25 euro bij Berksja. Inmiddels hebben ze het niet meer, want ik ging nog voor een andere kleur. Deze is een beetje crème-achtig met goud daarin verwerkt. Dus mooi. En de laatste is deze spijkerbroek van Berksja. Het reden waarom ik het heb gekocht, vanwege die rits, die goudachtig rits. En die knoop is ook van goud en hier is ook van goud. En hij heeft een klein zakje, want meestal als ik papiergeld en ik heb geen zin in het pasje mee te nemen, dan doe ik het hierin. Probleem. Het was maat 38. Inmiddels ben ik wat aangekomen na mijn vakantie en nu past die niet meer. Dus nu zit ik ook op dieet om te kijken of ik straks eind juni, begin juli, hopen voordat de zomer komt, het kan aantrekken. Dankjewel, ik zou zeggen, laat me weten wat jullie ervan vinden. En ik moet nog naar Zandvoort aankomende week. En daar hebben ze ook leuke winkels. Dus wie weet ga ik slagen en dan laat ik jullie dat zien. Dankjewel, fijne avond nog verder. Of dag, hangt vanaf wanneer je het kijkt natuurlijk. Doei doei!